Terwijl de mussen dood van het dak vallen, springt de jeugd in Vlaardingen van de Twist. De Wokkelbrug in de Broekpolder. Nee, dan de eeuwige jeugd van Maassluis. Naast de Veerpont, de Leugenbank, met het geweten van de stad in de schaduw. Maar al dat gezeur over de hitte, nee, vroeger... Maar is het niet te heet, van mij mag het nog 10 graden warmer worden. Ja, van mij wel. Ik heb vroeger heb ik bij de Lloyd gevaren, zat ik in de Persische Golf. En dan zat ik op de ketter zo, nou, dan lag ik met 8 man in de hut, geen airco, niks. En daar is het 45, 50 graden. En dan hoor je er ook niemand zeuren. Ja, het is nou een zeurmaatschappij. Als je 20 jaar bent, dan heb je een burn-out. Want dan, dat is modern tegenwoordig. Daar heb ik vroeger nog nooit van gehoord hoor. Want als ik tegen de boosman zou zeggen, ik heb een burn-out, kijk een paar doodsklappen en een paar doodschoppen aan je werk. En nou is het een zogenaamde klimaatverandering, helemaal niet. Als de wind zuidoost staat of noordoost in de zomer, krijg je mooi weer. Staat die zuidwest, krijg je kut weer. En zo werkt het gewoon. Ik ben al gewend. Ik ben geboren in uw warm land dus. En wat doe je nou op zo'n hele dag om een beetje koel te blijven? Ja, thuis even dingen, dan kom ik hier. Even thuis ga ik naar huis, lekker koken, vreten. En televisie kijken. Zit geen airco op, hè? Nee, airco heb ik niet, maar het brengt hij overal. Ja. Waar ik wel. Dat hij zo hard ruikt dat hij warm loopt, of niet? Nee, die blijft maar doorgaan, hoor.